Hallo jongens en heel leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe video. Ja, jullie zien misschien al een beetje, de setting is wat anders dan anders. Ja. Want het is vandaag home tour time van Elma. Yes. Oh. Ja, er werd veel naar gevraagd. Ja, ik heb het nog lang weten uit te stellen. Je hebt echt een jaar weten uit te stellen. En eindelijk was het vandaag zover. Dus, het is zover. Nee, ja. Maar ja, mijn huis is nooit af natuurlijk. Nee, je bent nooit helemaal tevreden. Maar goed, het is goed en het is ook een mooie dag nu. Een zonnige dag. Precies. Ja. Nou, ik ga jullie ik ga jullie een groot gedeelte van het huis vandaag laten zien. Ja, en dat staat in Groningen. Vlakbij Noorderplantsoen. Ja, in het centrum. Hé, hey, wie hebben we daar? Oh, Annemarie, we wou heel graag even dat even officieel de deur voor jullie open. Een beetje zo'n binnenste buiten effect. Welcome to my home. Ja, we gaan er binnen. We zitten nu op de woonverdieping, maar als je binnenkomt, dan kom je eigenlijk eerst binnen in het souterrain. Daar slapen wij. En hierachter is dus de trap. Dus ja, kun je zo wel even kijken. Kun je het zo zien? Nou, een beetje. Maar het is even voor het idee. Ja. Dan kom je naar boven en hier hebben we dan de woonkamer. Oké. Okay. Kijk, hele mooie grote ramen. Oh, je hebt ook nieuwe gordijnen. Ja. Ja, we hadden eerst oude bruine gordijnen nog uit het oude huis en die... Waarom maakt het hier of zo? Oh ja, bruin ook nog? Ja, echt donkerbruin. Ah. Maar nu lekkere nieuwe frisse ecru gordijnen. Dus daar ben ik heel blij. Supermooi. Het is een beetje een etagewoning eigenlijk zo, hè? Op de eerste etage. Ja. De bovenverdieping is eigenlijk gewoon de eerste verdieping. Ja. Hier zit overal een rail waar je dus makkelijk je lijsten en zo aan kan maken. Oh ja. Hier eerst ook wel had ik heel veel... Kleine lijstjes en nu weer twee grote. En deze zijn van Decenio. Oh, dat is wel een leuke lijst, vind ik. Oh, kijk. Ja, nou ja, ik knal zelf altijd gewoon spijkers in de muur, maar ja. En die maak je dan weer dicht met tandenstaan. Precies, ik wou net zeggen, met krijtjes en zo. Nee, maar ik vind dit echt super handig. Ja, hé, en ik zie ook wat bekend. Ja, daar is die dan. Daar is die dan, hè? Ja. Pappersgras. Ja, daar heb ik heel veel vragen over gekregen uiteindelijk, waar ik het nu... Waar ik het had gevonden, maar ik had het dus uiteindelijk ook bij iemand uit de tuin. Mijn moeder. Ah, gestolen. Dit is dus mijn booglamp. Oh ja. Ik had 20 jaar. Ja, echt een grap ook gewoon, hè? Steeds vol. Ja, nou ja, het is nu echt, je ziet het gewoon. Je ziet het gewoon weer in de woonwinkels. Ik moet ook elke keer dan aan je denken. Ja, als je maar lang genoeg wacht, dan komt het allemaal weer terug. Les, de wijze interieurles van Elma. Ja, precies. Tijdloos, klassiek interieur, jongens. Ja, dan blijft het gewoon altijd goed. Lekker voordelig, lekker low budget. Lekker schraal. Ja. Mooi stoeltje nog, een cocktailstoeltje. Ja. Oh ja, die hebben wij toen nog bij de karwei gevonden, hè? Of daar waren we toen een tijdje naar op zoek geweest, ja, weet je nog? Karwei, volgens mij. Ja. Oké, okay, nou en dan ga je zo, dan draaien we zo richting de achterkamer. Ja. Hier werk ik eigenlijk vaak. Ja. En ik had eerst een hele tijd ook nog wel de computer op de tafel gewoon staan in de keuken. Omdat ik het toch wel fijn vind om gewoon in de kamer te werken. Aha. Omdat hier ook lekker licht is en zo. En beneden is het een beetje donkerder. Dus daar vind ik beter voor alleen slapen. Aha. En toen uiteindelijk dit meubel van IKEA gekocht. Ja. En dit is wel heel fijn. En jij hebt deze ook, hè? Ja. Gewoon als bureau. Ja, ik heb alleen het bureautje. En dus bij IKEA hangt dit meubel in een andere combinatie. Maar ik heb toch gekozen om het bureautje om te zetten. Ja, en hier worden de video's gemaakt. Hier worden de video's geëdit. Ja, dit is echt de place. Nou, en dan komen we via een verhoging in de keuken. Een hoogtepuntje. Ja. En met een nieuwe tafel. Oh,
Oh. En ik wilde heel graag een ronde tafel. Deze tafel is van Gigameubel. Oh. Heb ik online besteld. Dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten als je online bestelt. Maar heel goed uitgepakt. Oh, bij deze wel. Nee, het is echt perfect qua grootte ook. Mm-hmm. Dus eerst een beetje bang of het wel, zeg maar, of er wel met genoeg mensen aan zouden kunnen zitten. Ja. Maar je kan er echt, zeg maar, met de vieren zit je echt super ruim. Maar je kan er, als je gasten hebt, met de zes of zelfs met de acht, kun je er ook nog wel. Ja, nee, maar ronde tafels zijn ook hartstikke hot, hè? Ja, en ik vond het heel leuk dat het blad is wat donkerder en dan zwarte metalen poten. Dus dat is ook wel weer stoer. Metaal, oké. Okay. Dus heel hot. Heel erg leuk. Dat ik nog wel andere stoeltjes ook erbij wil, of verschillende stoelen of zo. Ja. Misschien zwart? Ja, ik weet het niet. Ja, zwart vind ik ook mooi. Ja. Beetje luchtiger. Laten we nog eventjes kijken. Hier wil ik eigenlijk nog een soort vitrinekastje of zo. Eigenlijk even deze trolley hier neergezet. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik hier gewoon dus een glazen kast met glazen en zo. Ja dat moet hier nog een keer. Hier mooie wijnglazen en karaffen en zo inzetten. Ja, maar leuk. Goed, zo is dat wel leuk. Zeker. Ja, en ik ben ook heel blij. Deze is ook nog maar kort. Okay. En dit is door een Groningse kunstenares gemaakt. En wel heel mooi. Kijk. Wel gewoon een beetje kleuren in huis dan, hè? Ja. Dan heb ik verder alles vrij neutraal, maar mm-hmm. Vind ik het wel heel erg leuk. Heel leuk. De stad Groningen is weer goed vertegenwoordigd in dit vlog vandaag. Ja, regels van mij. Ja, ik vind het echt hartstikke goed. Ik hou ook van, ik hou ook van Groningen. Ik ben ook een Groningen lover. Is goed dat we het laten zien. Dan rode keuken, hè? Ja, wie heeft dat nou? Gewaagd, hoor. Ja, gewaagd, hè? Ja. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, hij zat al in de park. Ik heb hem niet zelf besteld. Maar nou, ik moest eerst dat aan wennen, maar nu vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Ook omdat ik natuurlijk alles verder wel licht heb. Maar ik vind het dus heel grappig, want ik ben dus 15 jaar geleden, toen jij hier nog helemaal niet woonde, ben ik hier al in dit huis geweest bij iemand op visite. En toen zat ik hier in die keuken en toen dacht ik, goh, nou wat een rode keuken is dit. En toen ik 15 jaar later kom ik bij jou op visite, ik denk, ben hier eerder geweest? Nou, ja, zo gaat tijdloos, dat, hè? Tijdloos. Kijk nou, hoe mooi die er nog Nou, hij ziet er nog wel als nieuw uit. Ja. Nou, en ik vind dit, ik heb hier een leuke lijst en zo. Oh dit ja. Is wel heel leuk, dit randje. En dit is ook helemaal. Oh, die wekker! Ik ben aan die wekker. Ja, van, dat was die wekker, hè? Van ons. Van dit verzin je niet. Dit verzin je niet. Ja. Superleuk. Ja. Een tuin! Ja, nou, tuin. Maar via de keuken kom je hier op het dakterras. Ja. Kijk, is ook nog. Moet ik ook nog een beetje. Wat doe je? Ja, dit ook. Iets aan doen. Die hakken ook gewoon. Zo glamour. Terwijl je gewoon thuis bent, hè? Ja. Gewoon normaal. Nee, maar kijk, hier kun je wel heel fijn zitten. Ik wil het ook nog een beetje upgraden. Maar het begin is er, want ik heb wel hier mijn nieuwe tafel. Van Jus, een lekker plekje hier, hoor. Kijk eens even. Ja, en kijk, hier was dus echt een hele mooie blauwe regen. Maar die is nou bijna uitgebloeid. Maar het is nog steeds heel groen. Ja, je moet daar maar weg met die hakken. Ja. Maar het ziet er goed uit, hoor. Nou, dit is de slaapkamer. En zoals je ziet heb ik echt een soort van inloopkast ervan gemaakt. Maar het is echt nu een gigantische rommel. Ik ben nu alle kleding aan het uitzoeken voor onze sale op 15 juni. En het is hier nog niet klaar om getoond te worden. Nee, maar we hebben toch even een grote makeover doen een keer. Ja. Ik wil hier eigenlijk een hele mooie grote kastrand. Maar het is toch even leuk om even gespiekt te hebben. En weer naar boven? Ja, boven hebben we nog twee kleine kamertjes. Daar slapen de kinderen. Oh, wat een mooie trap. Dus, heel leuk. Dus je kan niet zo heel erg veel ophangen en zo. Oh nee. Maar wat ik wel heb gedaan was muurstickers. Oh ja! Okay, van de Sustraine? Nou, deze niet. Dit wel. Weet je nog, dit had ik volgens mij samen gekocht. Toen zei jij van, nee, dit kan niet. Het is zo babyachtig. Ja, dat vond ik. Dat ging kopen. Ja. Maar ik had dus al een beetje, Max had een beetje, zeg maar, luchtballon thema en zo. Oh ja, ja, ik snap het. Past er wel heel goed bij. Hey, wat zie ik daar nou? Een geboorte poster? Als je dit bestellen, dan geef je door, zeg maar. Oh, op lengte? Ja. Zo groot was die? Ja, zo groot was die. 51 centimeter. Ah. En bijna 4 kilo. Jeetje, wat een grote baby. Ja. De Sim die heeft hem ook, maar die was iets kleiner. Oh. Dus zijn baby is ook iets kleiner. Ah, ja. Lief, hè? Heel leuk. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik zit even te denken, 4 kilo zeg je? Dat, zo'n grote baby in dat kleine buikje. Ja, hoe kan dat gewoon? Zo'n klein buikje, er kwam zo'n grote baby uit. En deze tafel
deze tafel had ik eerst in de woonkamer ook staan. Ah ja. Maar die vond ik ook een beetje groot uiteindelijk. Ik vind het heel vaak lastig als ja. ik zeg, maar dit had ik ook online besteld. Mm-hmm. Dat je dan meubels online bestelt. En dan zijn ze ineens echt super groot. Ja, maar jij dus leest nooit. Ik voor mijn bank en ja, maar dacht dat, ik van, nee, het is ook Elma, die, Elma leest ook nooit hoor. Die bestelt en dan heeft ze niet half door wat ze eigenlijk besteld heeft. Nee, dat klopt. Is het ineens veel groter of kleiner dan ik had verwacht. Maar goed, nu is het wel heel makkelijk. Het is heel groot. Het is echt een tekentafel. Ja, maar het is wel heel makkelijk. Je kan er makkelijk op spelen. En dit kan dan nog open. Het is zo'n klep. Dus ja, ik vind hem voor hier echt super handig. Dus super hij leuk. Staat hier echt top. Dus hij komt nu toch nog echt heel goed. Oh, hij is hartstikke leuk. Ah. Nou, dit is de kamer van Siem. En ja. Siem die heeft meer een beetje een piratenthema. Oh, ja. Zelf een bed uitgekozen. Ja, maar Siem is ook al wat ouder, hè? Siem is wat ouder, dus mm-hmm. die heeft verder ook zijn eigen... Dit is zijn eigen touch. Ja, allemaal verzamelingen en dingetjes. Ja, deze leuke oh, ja. wekker van Kruidvat. Die was toch stuk gegaan? Die is stuk, maar goed. Hij vindt hem zo ook leuk. Kijk, ja. dan heeft hij zo die kleine. Oh, die kleine erbij. Oh, ja. En de tent die we ook hadden besteld bij dit de Verzin je niet. Ja, dit is voor de poes, hè? Die slaapt hier dus in. Oh, slaapt hij er echt in? Oh. Ja, die ligt hier echt, de poes slaapt hier meestal bij Zin, dus die ligt er echt in. Super cute. Ja, leuke kamer. Oh ja, wat? Ja, even een tip voor mij. Voor kinderen die dus geen werpjes en zo weg kunnen gooien. Oh ja, ja. Kijk, Siem die heeft dus deze, die vindt dat lastig. Dus die heeft deze kist. En dan moet hij zelf steeds uitzoeken. Dus dan, op een gegeven moment zegt hij dus nu van nou, die oude boekjes van toen ik zeg maar nog in groep 1 zat. Dat kan nu wel weg. Dus dan weggooien en een nieuwe spullen gaan er dan weer in. Ja, voor even tijdelijk eventjes een soort overbrugging. Kunnen ze zelf oefenen met... Het is ook keihard om het direct weg te gooien. Zo uit die handjes te gritsen en dan zo hop in de krantenbak. Ja, zoals bij jou gaat. Zoals ik wel eens doe. Zoals bij jou gaat van de koelkast direct. Ja, precies. Hoppakee. De container in. Echt een week gewoon een beetje shinen en dan is het klaar. Ja. Dan moet hij gewoon weer weg. Nee, misschien komt het dan eerst weer station. Is wel eventjes heel leuk bedacht. Hartstikke goed hier. Goede tip, hé. Een moeder voor moeder tip. Een moeder voor moeders. Ja, echt. Nou, dat was het dan weer. Ja. En? Hoop dat jullie het leuk vonden. Viel het tegen? Nee, het viel wel mee natuurlijk. Ja. Ik heb nu lekker opgeruimd alles. Ja, het was even stok achter de deur, hè? Om alles even weer een beetje mooi in te doen. Nou, maar goed. Binnenkort ben jij weer aan de beurt. Ja. Want dan gaan we Annemarie weer een home tour doen. Want zeker. Die heeft alles al anders. Nieuwe keuken, compleet anders. Nieuwe behang, nieuwe... Ja, alles nieuw. Alles nieuw. Dus alles anders. Ja. Ja, dus dan gaan we daar weer een home tour doen. Dus we hopen dat jullie dit leuk vonden. Mm-hmm. Anders doen we het natuurlijk niet meer, hè? Dus laat het ons even weten wat jullie ervan vonden. Laat een reactie achter. En natuurlijk ook een duimpje. Ja. Dan zijn we helemaal blij. Ja. En dan, nou, tot volgende week. Ja, tot de volgende keer. Doeg!